harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag twee gasten, Inge Jouwstra en Carla Kreuken-Wildeman, fractievoorzitter van de PvdB. En tegenwoordig ben jij fractielid van de PvdB. Hoe is dat nou zo gekomen? Ja, nou, dat ging inderdaad heel snel. Pro-Tiel werd helaas inderdaad gewoon steeds kleiner en kleiner. En dan ga je maar dat is niet iets wat heel snel is gekomen. Dat is al van de laatste 10 jaar. Nou, dat klopt inderdaad. Want het is steeds verder teruggevloeid. Maar ik ben een van de oprichters. Maar ja, op een gegeven moment vond ik het toch wijsheid om beslissingen te nemen. Mm-hmm. En ja, dan is het toch aansluiten bij een samenwerkingsverband. En dat werd voor mij Partij van de Burgers. Ja, op zich is dat niks nieuws. Hè? Vorig jaar helaas overleden. Hij is dit jaar overleden, maar vorig jaar nog met hem erover gesproken met Pieter van den Burg. Om die samenhang tussen lokale partijen te zoeken en te vinden. En is dit daar een uitvloeisel van? Dat is er zeker een uitvloeisel van, ja. Dus je hebt ook nog met Pieter gesprekken hierover gehad? Ja, anderhalve week voordat hij kwam te overlijden hebben we nog met meerdere mensen aan de tafel gezeten. En meerdere mensen, dat maakt je me nieuwsgierig. Nou, met mij onder andere. Ja, jij zat er ook bij. Ja. Maar goed, om te kijken hoe je dat dus in wat voor banen je zou kunnen gieten. Nee, ja, er zijn inderdaad al een aantal gesprekken geweest. Ook met andere partijen, ook met leden van Pro-Tiel. En toen Pieter nog leefde inderdaad. En er waren ook andere partijen bij. Wat is het doel uiteindelijk? Om zeg maar die lokale partijen bij elkaar te zetten. Ja, kijk. Je kunt ook praten met een PvdA, een VVD, zijn landelijke partijen. Maar waarom zou dat niet kunnen, bedenk ik me zo. Nou ja, kijk, er zijn nu drie lokale, of inmiddels waren er vier lokale partijen in Tiel. En die versnippering, daar word je eigenlijk niet veel wijzer van. Het zou veel beter zijn als je de krachten bundelt. Mm-hmm. En inhoudelijk, qua verkiezingsprogramma en dan standpunten, zaten er ook niet zo heel ver uit elkaar. Er waren een aantal dingetjes, maar daar zou je over kunnen praten. Ja. Dus samen een krachtige partij neerzetten, dat was eigenlijk ons streven. En Inge die zag dat wel zitten, dus die heeft zich bij ons aangesloten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je zit ook al jaren in de Tielse politiek, dus je neemt ook automatisch je kunde mee naar de PvdB. Ja, dat is zeker. Want ik vond het ook jammer als dat verloren zou gaan, ook voor de inwoners van Tiel. En ik heb het ook altijd ontzettend leuk gevonden om op deze manier een speel te zijn tussen inwoners en de politiek. Als we kijken naar de toekomst, de verkiezingen, wat is jouw ambitie? Nou, in ieder geval mee blijven draaien in de lokale politiek. En zo kan ik ook inderdaad gewoon mijn kennis in blijven zetten. En ik wil ook graag speel blijven zijn tussen de politiek en de inwoner van Tiel. Goed. Wat er wel interessant was ook weer natuurlijk. Er zijn die gesprekken die hebben plaatsgevonden. Pro-Tiel, PvdB. Maar dat is dus ook gebeurd met andere partijen. Sociaal Tiel, ja. Sociaal Tiel meegesproken, geef je aan. Hoe is de status daarvan? Nou, met een aantal mensen van Sociaal Tiel wordt nog steeds gesproken en daar zijn we nog niet helemaal uit. Ja, maar het zou zo kunnen zijn dat Sociaal Tiel zich aansluit bij de PvdB? Nou, dan zou ik eerder verwachten dat het ook weer op individuele basis is. Oké. En dan praten we met name over Evert van IJsendoorn? Nee, we praten hier niet over mensen. We zijn gewoon in gesprek met een aantal mensen. En wanneer komt daar duidelijkheid over? Dat weten we nog niet precies. We zijn nog in gesprek met elkaar. Voor de verkiezingen in ieder geval? Ja, uiteraard. Je bent een serieuze speler als PvdB zijnde. Hè? Dat waren jullie natuurlijk al. Maar nu helemaal. Een van de drie grootste partijen van Tiel. Hoe voelt dat? Nou, niet anders dan anders wat dat betreft. We doen gewoon ons best om het beste voor de belangen eigenlijk van de burgers te dienen. En in principe maakt het niet uit hoe groot je bent of hoe klein je bent. Maar het helpt natuurlijk wel als je het hebt over het politieke proces. Want hoe meer stemmen of hoe meer zetels je hebt, hoe meer zeggenschap je ook hebt. Ja. Dus dat is alleen maar fijn. Nou, waarom ik het vraag, heeft natuurlijk alles te maken met hoe je zelf als partij gezien wordt binnen die Tielse politiek. Hè? In het begin was dat nog een beetje lacherig. En Van den Burg, nou ja goed, die zit vaak in de kroeg. En het is niet een kwestie van dat het fout gaat, maar wanneer. En dat was helemaal in het begin. En tegenwoordig gaat het er gewoon hartstikke goed aan toe. Ik zou bijna willen zeggen, de enige club waar geen gerommel is, dat is bij de PvdB. Ja, maar goed, zo werden we inderdaad gezien. Maar zo hebben wij het zelf in ieder geval nooit gevoeld. We hebben altijd vanaf het begin af aan ons uiterste best gedaan. En dat heeft ook geresulteerd in een aantal mooie dingen die we toch voor Tiel hebben kunnen behouden. Dat we nu binnen de politiek, binnen het gemeentehuis misschien wat serieuzer worden gezien door de andere partijen. Dat is natuurlijk fijn.
Ja. Want ja, politiek blijft natuurlijk ook wel gewoon onderhandelen met elkaar en afspreken en elkaar overtuigen. En als je dan, als je niet serieus genomen wordt, dan is het ook moeilijk om een ander te overtuigen. En ja, dat gaat wat dat betreft steeds beter. Dat serieus nemen, dat gaat goed. Ja. Ja, we hebben laten zien wat we kunnen. En ja, inmiddels zien anderen dat ook. Wat er met ProTiel is gebeurd, hè? Want dat, die kwam als, als grootste partij nieuw binnen, met ik geloof 9 zetels in 2002. Nu eigenlijk, goed, er is nog een club die zegt van we gaan door en we zetten niet zomaar een punt erachter. Maar de vraag is hoe ze dat gaan organiseren en denken te gaan doen. Dat moet een les zijn natuurlijk voor de PvdB. Ja, kijk, je moet altijd door blijven ontwikkelen. Je moet niet stil blijven staan. Je moet zorgen voor nieuwe aanwas, nieuwe mensen die zich willen interesseren in de politiek. Die daar ook een bijdrage in willen leveren. En ja, als je dat niet doet, ja, dan gaat het vlammetje er toch steeds zachter of steeds meer uit. Ja, en Inge, jij bent betrokken geweest bij de oprichting van ProTiel. Maar je hebt natuurlijk door de jaren heen zeg maar, dat wel zien gebeuren, hè? De dood van Jan Groenhuizen was ook een, voor die partij een flinke knauw, om het zo maar eens te zeggen. Maar heb je dat nooit kunnen keren, dat proces? Nou, in het beginjaar ben ik zelf niet zo betrokken geweest. Ik vond het ook, ja, het was natuurlijk gewoon heel een beetje verschuivend inderdaad van wat er gebeurde. Mm-hmm. Het was voor mij volkomen nieuw. Maar in de loop der jaren ben ik me er wel voor gaan interesseren. Maar ja, ik ben zelf inderdaad gewoon iemand die vrij technisch is en graag op de achtergrond mee loopt in een team. Maar ik ben nooit iemand geweest die voorop op de barricades gaat. Natuurlijk, je kunt heel veel leren in de loop der jaren. Dat heb ik ook zeker gedaan binnen ProTiel. Ja, de een is inderdaad wat beter in de techniek en de ander is wat beter in de woorden. Ja, dat geeft daarmee aan van, dat je zeg maar ook in de toekomst op de achtergrond wil functioneren. Oftewel dat je niet per se een raadzetel ambieert. Nee, dat zou niet per se hoeven voor mij. Ik vind het belangrijker om gewoon op een of andere manier bezig te zijn voor de inwoners. Het maakt me niet zo erg veel uit hoe. Ja, dan heb je het met name over de cijfertjes, hè? Dat is jouw specialisme. Dat is een mijn beetje. Specialisme. Nou, als we het over de cijfertjes van Tiel hebben, hoe staan we ervoor? Nou, slecht. Het gaat niet zo goed met de begroting van Tiel. Het is heel erg moeilijk. We moeten keuzes maken. En dat valt niet mee. Nou, keuzes is natuurlijk van alle tijden. Maar waar gaat het zich op afspelen als jij de begroting hebt bekeken van 2018, die overigens nog behandeld moet worden en moet vastgesteld worden? Nou ja, wat je gewoon ziet is dat we nog steeds inderdaad dreigende tekorten hebben in het sociaal domein. Maar we hebben eigenlijk ook min of meer met elkaar gewoon de intentie om te zorgen dat we ook inderdaad voor alle lagen van de bevolking gewoon iets kunnen doen en blijven doen. Dat is ook belangrijk voor de toekomstontwikkelingen van Tiel. Dus ik denk zeker dat het goed is inderdaad om pas op de plaats te maken met bepaalde investeringen. En nu te zorgen dat inderdaad gewoon ook de mensen die het wat minder hebben, dat die toch inderdaad gewoon de kans hebben om inderdaad op een of andere manier op te bloeien in Tiel. En dan kun je in latere jaren kun je altijd wel weer verder kijken. Ja, sterker nog, eigenlijk is gewoon het geld op. Ja. Klopt. He, dus, dat zien we in de begroting. He. We hebben inderdaad een tekort. Dus er moet inderdaad bezuinigd gaan worden. En dat kan je op twee verschillende manieren doen. Dat kan je doen met een kaasschaaf. Dus overal een klein beetje geld afhalen. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk ook al gebeurd. Ja, nou, en als je de begroting leest zie je dat nu ook weer ontstaan. Of je kan ook gewoon keuzes maken. Keuzes voor om wel of niet met een project door te gaan. En, nou, roepen we, gooi er eens een in. Wat zou dan kunnen? Nou, bijvoorbeeld Klimaatdijk. Daar wordt nu 2,5 miljoen aan besteed. En dat is nog maar de eerste fase. Wat daarna gaat komen, dat weten we nog niet precies. Ja, ik heb wel zoiets van, nou, laten we eens eventjes goed kijken van wat willen we nou met Tiel? En zijn de behoeftes die we als inwoner hebben, worden die ook voldoende gehoord? Want een klimaatdijk is leuk, maar het zal in Tiel-Oost echt niet heel veel aan water in de kelder schelen, hoor. Wat Tiel-Oost inzet bij de verkiezingen, hoe dat gaat lopen? Nou, we zijn nu volop bezig met het ontwikkelen van ons verkiezingsprogramma. Daarom is het ook fijn dat Inge nu ook al bij ons is, want die kan daar haar bijdrage ook aan leveren. Ik vind het ook belangrijk dat het geluid vanuit haar achterban, dat we dat meenemen in het programma. Dus wat dat betreft is het een mooi moment dat Inge toch heeft besloten om bij Partij van de Burgers aan te sluiten. Maar daar gaan we mee aan de slag en dat verkiezingsprogramma is nog lang niet af. En dat zullen we zeer binnenkort wel gaan presenteren. Oké, hoe zit het met het zwembad? Ja, daar hebben we ons natuurlijk voor het schoolzwemmen enorm hard gemaakt. En hier kan je wel voor het schoolzwemmen hard maken. Maar als je dan geen zwembad hebt, dan hebben we er nog niks aan.
Dus ook dat is voor ons hoogste prioriteit. Ja. Inge, wat is nou de les geweest? ProTiel gestart, eigenlijk nu op sterven na dood, laat het zo maar zeggen. Afgelopen. Was daar nou de les van geweest? Van zo'n in de basis krachtige lokale partij tot helemaal niks? Nou, dat erg belangrijk is dat je inderdaad gewoon meegaat met de ontwikkelingen en actief inderdaad bezig blijft om inderdaad mensen erbij te betrekken en te zorgen voor verjonging in de partij. Kun je dat jezelf ook kwalijk nemen uiteindelijk? Nou ja, eigenlijk wel. Hè, maar ik weet ook dat ik het niet alleen kon doen. En ja, goed, dan valt het niet mee als je dan een heel klein groepje mensen hebt. Ja, nou, ik ga jou in ieder geval hartstikke veel succes daarbij wensen. En jij als fractievoorzitter van de PVDB natuurlijk ook. Willen jullie nog iets toevoegen aan dit gesprek? Willen we nog iets toevoegen aan dit gesprek? Oh, ja, leuke vraag, Rini. Jij wil altijd het laatste woord hebben. Dus oh ja, nou, ik zal even over nadenken. Nee, weet je wat, ik zou het wel heel... Kijk, wij zijn natuurlijk Partij van de Burgers. Dat is onze naam. En daar doen we ook alles voor om de beste beslissingen te nemen. Alle beleidsstukken die wij langs krijgen, maken wij die vertaling. Wat betekent dit nou precies voor de burger? Wat gaat hij ervan van merken? En is dat een goede ontwikkeling? Wij zijn vrij actief op Facebook met allerlei berichten, waarin we ook mensen hun mening vragen. Dus mensen, als jullie je mening willen geven, doe dat dan vooral op Facebook. Uw reclamezendtijd is verder voorbij. Oké. Okay. maar goed, we gaan het afwachten hoe het gaat lopen. Het wordt in ieder geval spannende tijden. Ja, zeker. Namens bedankt voor dit gesprek. Dank je wel.